Vrijdag 5 februari speelde de ADO-vrouwen uit bij Excelsior om de KNVB-Eredivisiebeker. Sjaak Polak had de vrouwen maar met één doelstelling het veld ingestuurd. De halve finale halen. Dat spatte daar van het begin vanaf. Het zogenaamde hoogstaan werd in optima forma uitgevoerd. Zelfs Brabbeloersheid was meerdere malen voor haar 16 meter te vinden. In de 7e minuut maakte Janique Dessing het eerste doelpunt. Pas tegen een half uur spelen werd de tweede gemaakt door Jamie Ravensbergen. In de tweede helft, in de 64e minuut, maakte Jan, zoals Jeannette van Balen in het veld wordt genoemd, de derde voor ADO. En 4 minuten na haar invalbeurt scoorde supersub Anne Sellies de 4-0. Dat het geen grotere overwinning werd, lag vooral aan het keeperswerk van Isa Potthoff bij de Rotterdammers. Jamie, allereerst gefeliciteerd met je duidelijke 0-4 overwinning. Ja, heb je zelf het meest van genoten vanavond? Nou, gewoon dat we echt als team aan het strijden waren. We waren gewoon met z'n allen gewoon er volop tegenaan en alleen maar met elkaar praten. Ja, we waren gewoon als team stonden we er. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Vonden jullie heel fanatiek beginnen, hoog druk zetten. Ik neem aan dat dat ook de opdracht was. Ja, we wilden gewoon als team volop er gelijk tegenaan. Je weet, Excelsior, die houdt ook wel van de duels. En daarom wilden we een stapje voor zijn. En gewoon er volop tegenaan. En hopen zo eigenlijk onze duels te winnen. En de ruimte te zoeken en onze kansen gaan benutten. De laatste keer, toen kreeg je nog de kous op de kop hier in de extra tijd, zeg maar. Jullie hebben ook geen moment de indruk gegeven aan Excelsior dat er iets te halen viel voor hun. Nee, klopt. Dat was eigenlijk ook de reden dat we gewoon met z'n allen aan het strijden waren. En we willen natuurlijk niet Excelsior de kans geven, omdat we natuurlijk een paar keer geleden, een paar weken geleden, toen maakten zij natuurlijk die 2-2. En dat is gewoon zonde, want dan geef je eigenlijk iets weg. En dat wilden we vandaag gewoon tegenhouden. Niet dat zij een kans krijgen en dat ze het gevoel hebben dat ze een kans krijgen. En dat, ja, daar gaan we vandaag tegen. Die tweede goal komt van jouw voet. Uitstekende bal waarbij je Jeannette van Belen nog even een blok zette, waardoor je vrij kwam. En je schiet hem gewoon perfect in de benedenhoek. Ja, dat was wel even een lekker doepertje. Ja, dat is altijd wel fijn als je even een doepertje mee hebt. Natuurlijk als spits heb je ook een taak om je kansen te benutten. En vandaag lukt het wel even. Hoe belangrijk is het voor een spits om toch steeds op zoek te gaan naar de doelpunt en ook nog een keer beloond te worden? Ja, nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Als spits heb je gewoon één taak en dat is doelpunt te maken en het team helpen naar een overwinning. En natuurlijk doe je dat wel als team zijnde. Als team, ja, als je die ballen niet krijgt, dan lukt het natuurlijk ook niet. Maar ja, het is gewoon heel belangrijk. En een fijn gevoel als je spits scoort. Geef je alleen maar zelfvertrouwen en denk je, ja, misschien komt er nog wel een kans als je nog eentje scoort. Rusland 0-2, toen ging hun nadrukkelijk op zoek naar een aansluitingstreffer. Maar na de 0-3 was het min of meer gespeeld. Ja, klopt. Ja, we verwachten al. Excelsior, ja, die gaat de tweede helft er tegenaan. Die wil natuurlijk niet verliezen van ons. En ja, dan verwacht je dat Excelsior gewoon volle bak tegen ons aangaat. En ja, dan is het even lastig om onze rust te vinden. En dan zijn we ook nog te gehaast. Nou, daarvan leren we alleen maar van deze wedstrijden. En dat is toch fijn dat je dan die 3-0 maakt. Dan is het toch wel een beetje hersteld. En daarna die 0-4, ja, dan weet je dat het eigenlijk is gespeeld. Hoe belangrijk is die KNVB-beker voor jullie? Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Weet je, dat is toch wel een droom. Ik heb als klein meisje ook, toen ADO ook de KNVB-beker had gewonnen, zat ik op de tribune. Ja, en als je dan gewoon dat sfeertje ziet, dat is hartstikke leuk. Dus ik hoopte eigenlijk als klein meisje ook al die badjas te dragen. En als het nu gaat lukken, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dat scenario, dat moet zich nog ontrollen uiteraard. Ja. Maar er is iets om je naartoe te leven. De loting is nog niet bekend. Heb je nog een voorkeur qua ploegen? Nee joh, nee, dat maakt ons niet uit. Als we gewoon als team door blijven gaan zoals we vandaag deden, dan is het voor elke ploeg natuurlijk lastig. En wij als ADO hebben altijd strijd en passie en dat hopen we gewoon elke wedstrijd te laten zien. En je weet het dan maar nooit, je kan zomaar de finale staan. Als ik zeg dat het een van jullie betere wedstrijden was, wellicht nog de beste tot nu toe, ben je het dan met me eens? We hebben wel heel veel wedstrijden wel goed gespeeld. Maar ik denk dat we vandaag wel echt als team er gewoon volop tegenaan gingen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar goed, het concept kwam er goed uit. Hoog druk zetten, geen kansen weggeven. Wat dat betreft heb je eigenlijk Excelsior nagenoeg geen kansen überhaupt gegeven. Ja, dat is natuurlijk fijn. Want dan krijgen zij ook niet het gevoel, oh, misschien kan er nog wel wat uitvallen. En dus dat is alleen maar fijn voor ons. En dan hebben we het goed gedaan als team zijnde. Barbara, wat een verschil ten opzichte van de laatste keer dat jullie hier actief waren. Ja, dat is een heel groot verschil. Ik denk dat we ook echt heel goed voetbal hebben laten zien. Waar zat het hem in, dat grote verschil ten opzichte van de laatste keer? Nou, ik denk dat er nu heel veel uit kan wat we hebben voorbereid, wat we hebben gedaan. En ja, ze hebben hier gewoon alles laten zien. En ja, dat ging gewoon perfect. Ik vond dat jullie vanaf de eerste minuut er heel veel op zaten, hoog druk gaven. Dat was ook een van de verschillen ten opzichte van de laatste keer.
Ja, ik denk dat we heel goed de koppen bij elkaar hebben gestoken. Wat willen we leveren, wat willen we doen? En ik denk dat het vandaag allemaal heel goed uit is gekomen. En jullie hebben ze ook geen moment in de wedstrijd laten komen? Nee, kijk, als je dat doet, laat je hun in het spel komen. Ja, dat wil je niet. Je wil zelf gewoon domineren. Ja, dan moet je zelf heel kort erop blijven zitten. Er was één moment, na 8 minuten spelen, toen was er een redding van jou op een kopbal van een van de spitsen van Excelsior. Het was wel een buitenspel, maar dat was toch een bepaald moment op dat moment. Ja, uiteindelijk is dat een heerlijke redding. Kijk, je krijgt hem bij je in een vrije trap en buitenspel is. Maar ja, je moet er wel staan als het niet zo is en dan pak je hem gewoon lekker. Daarna heb je een paar hele goede aanvallen met de knappe goals. Het enige wat jullie nog verzuimd hebben in die slotfase, het laatste kwartier van de eerste helft, om de score nog veel verder op te voeren, want de mogelijkheden waren er zat. Er waren genoeg mogelijkheden, maar ik denk dat we onszelf wel heel goed hebben beloond met laten zien wat voor spel we spelen en hoe we het hebben gedaan. En dan ben ik blij dat er gewoon 4 in netje liggen. Met name jezelf, je hebt een hele rustige avond gehad. Hoe moeilijk is het dan voor jezelf om toch die concentratie vast te houden? Omdat ik wel constant bezig ben met mijn verdediging en het team met het coachen, blijf ik er wel in. Alleen ik moet wel oppassen dat het niet te wordt, dat ik te geconcentreerd word. Want dan ben je er te veel mee bezig en dan ben je niet op het juiste moment meer scherp. Na die 0-2, vanaf de rust gingen hun op zoek zeg maar, naar die aansluitingstreffer. Een paar keer dreigend, maar niet echt gevaarlijk. Nou, je weet dat ze er bovenop gaan klappen en wij moeten gewoon ons spel blijven spelen, de rust pakken en die bal gewoon laten gaan. Even terug naar vorige week, toen was je een minder moment bij die tegengoal van Alkmaar. Doet dat met je? Ben je daar nog die hele week mee bezig of zet je dat gelijk van je af? Ja, kijk, in de wedstrijd baal je dat moment gebeurt, want je wil dat niet. Alleen daarna is het klaar en je moet gewoon weer naar de volgende wedstrijd toe en dan moet je die bal gewoon weer lekker laten gaan. Je hebt ook kort bij de selectie gezeten van het Nederlands team. Is dat nog steeds je doel om dat toch een keer in die mogelijk vast bij te komen? Ja, dat blijft altijd mijn doel. Wat moet je daarvoor doen, denk jij, zelf? Uiteraard presteren, maar daarnaast nog meer? Ja, kan je trainen en gewoon zo door blijven gaan. 0-4 overwinning, denk duidelijker kan dat niet vanavond. Dat was heel mooi, toch?